De confituurboekhandelstip van de week. Elke week stelt een confituurboekhandel een nieuw boek voor dat je beslist moet lezen. Geld als water, dat is de titel van het boek dat Brenda deze week voorstelt. Goedemorgen, Brenda. Ja, goedemorgen. Geld als water. Verklaar nader. Wel, ik moet je eerst een anekdote vertellen. In 1990 was er een tragische brand op een cruiseschip van Scandinavian Star. En eigenlijk, daar zijn 159 mensen overleden. En daar gaat eigenlijk deze roman over. En het is het eerste deel van een... ze heeft 7 delen voor ogen, dus dit is het eerste deel. En het gaat over een koppel die beide opgroeien in een wat moeilijk financiële jeugd. Die dus uit de armoede proberen te komen. En Kurt, de man in het verhaal, heeft geïnvesteerd in die cruisemaatschappij. Maar in 1990 gebeurt er die indrukwekkende ramp. Die 159 mensen die komen te overlijden. En het tragische aan dit hele verhaal is, het is een heel mooi verhaal over de relatie en over de relatie met geld en hoe je daarin staat. Maar het boek is opgedeeld in zowel de relatie als het verhaal op zich. Het vergaan van die cruiseschip en het kapitaal dat daarachter zit. Waarom is die boot gezonken of waarom is die uitgebrand uiteindelijk? En dat heeft gewoon te maken met geld. Want uiteindelijk is er beslist om die boot te laten uitbranden. Die slachtoffers, ja, dat kwam er dan bij. En dat is het tragische en het cynische aan dit hele verhaal, waardoor je eigenlijk 2 verhalen naast elkaar krijgt en ook merkt dat ongemerkt in je leven van bovenaf dingen bepaald worden en in de richting gestuurd worden, zonder dat je het vaak zelf in de gaten hebt. Geld als water. Dit was de confituur boekhandelstip van de week bij La Classica.